De studententijd van Amalia wordt als privékwestie beschouwd en daarom wordt er weinig over naar buiten gebracht. Wel maakte het Hof bekend dat Amalia voor haar studies naar Amsterdam verhuist. Volgens de academische kalender van de Universiteit van Amsterdam, UvA, is het nieuwe schooljaar op maandag 5 september begonnen. Haar eerste examens zouden dan weer plaatsvinden in de laatste week van oktober. Veel Nederlandse media zijn op maandag ook afgezakt naar de Nederlandse universiteit. Rond 5 uur 's middags maakte Amalia uiteindelijk haar opwachting. De Nederlandse prinses droeg een lange witte jas en had ook een schooltas met zich meegenomen. Naast enkele journalisten en fotografen waren ook enkele buurtbewoners aanwezig. Bij aankomst zei de 18-jarige prinses dat ze hoopt op veel studie. Ook liet ze weten zin te hebben in de start van het jaar. Met haar keuze om naar Amsterdam te gaan, kiest Amalia voor een ander pad dan haar vader en oma. Willem-Alexander studeerde geschiedenis in Leiden. Zijn moeder volgde aan die universiteit colleges in onder meer theoretische en toegepaste sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Ook Beatrix, moeder Juliana, studeerde in Leiden. Thank you.
Bye.